Raw food in een camper. Dus ja, en een beetje een video over voeding en een beetje een video over leven in een camper. Nou, eigenlijk meer over voeding. Wat wij heel vaak te horen kregen, het is of wij geen tekorten kregen op een raw food dieet. Of een raw food lifestyle, kun je beter zeggen. Nou vonden ze het voor mij eigenlijk nog wel wat meevallen, omdat ik ook wel heel veel groente eet. Maar Gea eet bijna 98% alleen fruit. Echt alleen fruit. Er zijn een hele hoop die dat doen. Alleen fruit in. Fruitarians noemen ze dat dan. He, over de hele aardbol. Echt. Je eet alleen maar fruit. Echt alleen maar fruit. Dus nooit een stukje groente of wat dan ook. Die voelen zich daar echt geweldig bij. We hebben ook een hele hoop mensen die dus raw food eten. Maar dan heel veel salaris. Echt heel veel salaris. Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, je hebt twee kampen hierin. He. Dus meer mensen die meer groente eten en mensen die meer fruit eten. En dan moet ik erbij zeggen dat ik heb ooit eens gehoord van Sergej Bujenko, dat is ook een die eet ook raw food, met de hele familie trouwens. Hij had een zus en een vader en moeder natuurlijk. Met z'n viertjes waren ze alle vier ziek. Ze komen uit Rusland van oorsprong, toen kwamen ze in Amerika te wonen en toen zijn ze op een gegeven moment zoiets van, nou, dat kan zo niet langer. Wat kunnen we hier aan doen? En die moeder die heeft op een gegeven moment gezegd, nou, ik ga dat uitzoeken wat we fout doen en dan gaan we dat vanaf nu beter doen. En zijn overgestapt op een raw food dieet. En alle vier zijn ze van hun ziektes af. Echt. Maar nou zegt hij dat groente, dat eigenlijk alleen maar bladgroente is. Hè? Groene bladgroente. Dat is groente. Dus bepaalde, zeg maar zoals een aardappel, dat noemt hij dan geen groente. Hè? Dat is een knol. Ook een jam, hè? Of een zoete aardappel. Nee, zei hij, dat is geen groente. Dus ja, wat is groente en wat is fruit? Nou, wat fruit is, is wel duidelijk. En daar gaat het ook hier om. Nou ben ik met Gea bij de huisarts geweest. Ze had ook wel alleen ingekund, maar een huisarts die wil nog wel eens zeggen, nee, dat is helemaal niet nodig. Als je geen klachten hebt, dan hoef je dat niet te doen, hè, zo'n bloedonderzoek. Om te kijken of alles nog wel goed is. Maar ik ben toch meegegaan, omdat Gea dacht, gaat hij dat wel eerder wel doen. Want ik sla nog eens met de vuist op tafel dan bij zo'n huisarts, echt. Ik bedoel, wij betalen ervoor. En dat vind ik dan, mogen ze dat ook wel eventjes even doen. Hè? Ik heb hier de huisarts van Gea. Die laat ik nog even zien. Met de camera, hè, dat het even duidelijk is. Dan kun je de video zo even stopzetten. Dan kun je het allemaal even bekijken. En daarin zie je dus dat met 98% fruit eten. Hè? Alleen fruit. En die andere 2% zijn dan nootjes. En af en toe is, zeg maar, dat is een keer, dat vinden wij allebei lekker. Dan doen we een blaadje ijsbergsla om de banaan. Dan wikkelen we de banaan, zeg maar, in. En dan moet je ook eens proberen. Echt, dat is heerlijk. En wat ze dan wel doet, is in de smoothie doe je dan spinazie, hè? Of andijvie. Even erbij doet ze dan in de smoothie, zoals. In een groene smoothie. Ja. Dus, voor de rest is het gewoon fruit. Nou, kijk maar eens even naar de uitslagen. Je ziet op een gegeven moment de waarde en dan wat normaal is. En daar zit ze eigenlijk, met alles zit ze gewoon goed. Nou vinden wij persoonlijk dat B12 en D iets hoger kan, maar dat zit wel een beetje tegen de ondergrens aan van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Maar in Nederland wordt een andere waardes gehanteerd, dat heb ik al eens vaker gezegd. En ze gaan uit van het gemiddelde van een gezonde Nederlander. Ja, nou ja, daar doe je voorlopig nog niks aan. Maar ze zit in ieder geval wel goed. Nou, kijk maar eens. Alles binnen de waarden dus, hè, wat het moet zijn. Nou, zo zie je maar weer. Alleen fruit eten, dat hoeft nog niet echt slecht te zijn. Wat een hele hoop daar zegt.
Dus juist hartstikke gezond. Maar de meeste mensen die dus gewoon alles eten, dus ook maar vlees, brood en noem maar op, die hebben die waardes niet zo netjes in orde als dat Gerard heeft. Dus, hele goede zaak, de raw food. Nou, ben je geïnteresseerd om dat te doen? Bekijk dan de vorige video's. En dan zou ik zeggen, heel veel succes erbij. En bedankt voor het kijken voor deze video. Tot de volgende.